Tussen 6 en 25 juli rijdt lijn 51 niet van en na Amstelveen. Dit komt vanwege voorbereidingen op station Zuid en de aansluiting op de Noord-Zuidlijn. Volgend jaar zullen de werkelijke aansluitingen plaatsvinden. Loopt nu alles nog op schema voor de Noord-Zuidlijn? Ja, vooralsnog loopt alles op schema. We zijn wel heel druk aan het checken hoe de planning er nu uitziet. Want we komen nu in de afbouwfase en dan weet je veel duidelijker hoe gaat alles precies. Dus dat zijn we heel scherp aan het kijken. Wordt nog een behoorlijke klus, moet ik zeggen. Maar goed, wij zetten alles op alles om dat op tijd te krijgen. En we zijn het nu aan het bekijken. Maar wat betekenen deze werkzaamheden dus voor de inwoners van Amstelveen? Dat betekent dat we in ieder geval tussen station Zuid en station Rij geen metro's kunnen rijden. Dus er is een knip en GVB zorgt wel voor vervangend vervoer. En op dit moment zijn we bezig om alle reizigers zo goed mogelijk te informeren over de consequenties. Maar vooral ook over wat ze dan wel kunnen doen. Dus gewoon alternatief vervoeren uitleggen. We hebben afspraken gemaakt met de NS dat reizigers op basis van GVB voorsbewijs gewoon met de trein kunnen reizen. Er is in deze periode, zijn er op al die stations, is er één poortje open waar ze gebruik van kunnen maken. En daarnaast voor de mensen uit Amstelveen, wat voor jullie natuurlijk heel relevant is, is er goed alternatief vervoer in de vorm van tram 5. Ja, die bekende tram, die rijdt van Binnenhof naar Zuid en verder. Bus 55, dat is ook, die rijdt voor het grootste deel de route van lijn 51. Uitstekende alternatieven voor een korte periode. Wat ik reizigers adviseer is tijdig te kijken op de website GVB of Dienst Metro. Heeft ook uitgebreide pagina daarover of het stadsdeel. Kijk wat de mogelijkheden zijn, wat voor jou het beste vervoer, alternatieve vervoer is. En 3 weken, hopelijk is het net zo goed weer als vandaag en hebben mensen er weinig last van.